Nou, maar even uitleggen wat de bruikbare idioot is dan. Want veel mensen die doen nou natuurlijk alsof ze wakker zijn en dan voel je je natuurlijk heel erg aangevallen. Als je met je liefde, met je mededogen, met je begrippen en zo, dan alles wat ik zeg, dat is natuurlijk, dat voel je van alles van en je schiet er het emotieveld van in. Maar 9/11, wereldwijd. Hoe groot was dat? Of Pizzagate. Hoe groot was dat? Echt een klein groepje wat heel makkelijk op te pakken is en zo. Niet een heel groot web, toch? Waar je niet zomaar bij komt. Ik bedoel, Epstein en zo kunnen gewoon allemaal opgepakt worden. Het stelt niks voor. Jeanette Ossebaard. De hele documentaire. Is wel duidelijk, toch? Dit is niet zomaar iets wat je heel makkelijk opruimt en wat heel groot is. Nu zijn we met corona bezig. Wereldwijd. World Health Organization. Economic Forum. Al die miljoenen wat bezig is. Dit is niet iets heel kleins, toch? Wat bezig is. Dat is toch heel groot? Jullie zien overal het kwaad. Jullie zien overal dingen wat bezig is. En alles wordt maar aangekaart als conspiracy, als complotten. Dus niemand anders die wil naar je luisteren. Zo groot is dit, dat er maar een klein groepje een beetje weet hoe het zit en dat de rest het niet wil horen. Hoe kan dat? Komt dat omdat niemand naar jou wil luisteren? Of omdat er te veel mensen zijn om naar te luisteren en die allemaal, ja, net als de tv, de mensen brainwashen waardoor ze er maar niet komen? Als jij dan wel kan snappen dat de politiek nep is, dat de overheid zeker handje in heeft, niet kan snappen dat alles wat Snowden naar buiten hebt gebracht, dat ze iedereen en alles afluisteren, niet kan snappen dat de informatie dat jij die niet vindt, maar dat die op jouw schoot geworpen wordt, zodat jij er weer wat van kan denken. Bilal mag nou ook de filmindustrie in. Ja, als jij niet snapt dat daar ook die pedo shit allemaal zit. En alleen maar, dus dat goed praat, maar ondertussen de naakte mensen op tv met de kinderen. Niet snapt dat dat alles in één is en dat de jongen nu zijn beloning heeft gekregen. Het hele land was in op en roer om hem. Mensen vergeten dat zometeen al lang alweer. Straks is hij gewoon, het is toch hetzelfde, Lange Frans vertelt de waarheid aan iedereen. Daarna mag hij de ene show naar de andere show hosten op tv en wordt hij een hele BN'er. Maar jullie kunnen wel de Romeo zien. Undercover mensen die bij de politie horen niet snappen dat ook buiten het zicht, dat ook bij de politie hoort, of het AIVD of het RIVM, dat een Romeo, zoals jullie die daar al zien, dat die ook in het normale leven overal zijn Romeo's. En dat noem ik dan acteurs. Mensen beginnen nu door te hebben, een week, 2 weken geleden, die man met dat hoofdwond, dat die een crisisacteur is. Zeg ik 2 maanden geleden, zei ik dat al, omdat hij vorig jaar ook een wond heb opgelopen, ook erbij rondliep. Sommige mensen, je kan aangevallen voelen, hè, omdat je denkt dat je wakker bent. En dan hoef je niet een controlled opposition te zijn of de overheid. Maar mensen zijn zo dom dat ze gewoon niet kunnen zeggen: ik ben opposition, ik ben tegen de overheid. Dat is toch wat we allemaal zijn? We willen toch allemaal die opposition zijn? Als je control opposition ertussen laat, al die acteurs die bezig zijn en je bezighouden, en jij niet herkent dat hun control opposition zijn, dan word je beïnvloed door de dingen. En dat is een bruikbare idioot. Iemand die niet doorhebt, ten eerste dat hij gebruikt wordt, ten tweede dat hij niet ziet dat alles om hem heen nep is. En er maar in blijft geloven. Ja, dan snap ik dat je je aangevallen voelt door de dingen die ik zeg. Want dan ben je niet echt wakker. Dan ben je niet aan het groeien. Of je nou via Q-com of ergens anders. Het was toch, als je de rabbit hole ingaat, keep digging. Ga je er niet op een veld blijven hangen waar wortels zijn.
Dat is hetzelfde met het diepe induiken. Dan blijf je toch duiken, anders verzuip je daar al toch. Of wat ga je doen? Omhoog en dan daar water spattelen. Zodra jij kennis opdoet en naar boven toe en dan iedereen... is dit, dat, zus, zo. Door al die 20 jaar, ik heb daar aan mee gedaan. 20 jaar conspiracies aan iedereen proberen uit te leggen. Nu luistert niemand meer om met deze hele corona gekte. Want het is al een plekje. Het heeft al een plekje gekregen hoe ik denk. Oké, denk jij dan maar zo. Nee, we zijn familie, we willen van je blijven houden. Al die conspiracy heb alleen maar voor gezorgd dat mensen niet luisteren. Dus je moet nu ook niet met al je conspiracy komen. En als je met conspiracy, zoek dan iets op dat het richting de esoterie gaat. En laat dat aan de mensen zien. In plaats van ze allemaal gek maken.